Goedemiddag allemaal. Partijgenoten, vrienden, Zwollenaren, welkom in Zwolle. Ik had vorige week een momentje waarin mij weer duidelijk werd dat er soms wel een generatiekloof is. Eline Wolfhagen van mijn team, die komt uit Zwolle, dat is leuk. En ik zeg zo tussen neus en lippen door, Zwolle, zonder dolle. En zij keek me aan, waar heb je het over? Ik had het over Cotonou. Mijn legacy, onze legacy van veel mensen zie ik zo in de zaal. Inspiratie van mijn generatie. Onderwerp waar we heel veel over spraken maandagochtends op school. Maar laten we niet vergeten, Zwolle zonder dolle is een eindestad. Het Den Haag van Overijssel, hè? Zoals zij zei. Ik ben hier vandaag en ik sta te glimmen van trots. 800 aanmeldingen. Het huis is vol, kon niet meer. Dat hebben we bij politieke ledenraden niet vaak meegemaakt. Samen met GroenLinks zijn we hard op weg naar de 100.000 leden. Ook heel bijzonder. En de leden blijven toestromen. ...80% van onze afdelingen kiezen ervoor om samen de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Wie had dat gedacht? Nog kort geleden. En heel veel mensen in het land rekenen op ons. Rekenen op ons om ervoor te zorgen dat we dingen anders gaan doen. Dat we de vernielingen die nu worden aangericht, dat we daar een antwoord op hebben. Dat we dat oplossen. En tegelijkertijd denk ik dat wij een historische opdracht hebben. Het was net natuurlijk weer voor velen van ons een kippenvelmoment. Vroeger eindigden we met de internationale, maar nou begonnen we met de internationale. En waarin die prachtige zin staat, sterft gij oude vormen en gedachten. En ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we samen nadenken over welke nieuwe vormen en gedachten nodig zijn om de samenleving weer solidair te laten zijn. Om weer samen oplossingen te vinden. Om al die verbroken relaties die we hebben in de samenleving weer te herstellen. Om die historische rol die de sociaaldemocratie altijd heeft gespeeld. Namelijk het bouwen van bruggen. Nu met moderne woorden zou je zeggen de onlosmakelijke verbinding op basis van solidariteit tussen theoretisch opgeleide en praktisch opgeleide. Waar is die verbinding? Die moeten we herstellen. En dat kunnen we niet meer alleen als Partij van de Arbeid. Daar hebben we een brede linkse beweging voor nodig. En daarom vind ik het belangrijk dat we de keuze maken om die brede linkse beweging samen met GroenLinks vorm te geven. Maar als een open uitnodiging ook aan andere linkse mensen, linkse bewegingen, om samen met ons te strijden voor een beter Nederland en een betere wereld. En ja, ik weet, u kan ik overtuigen. Onze leden kunnen we overtuigen. En zoals nu ook uit onderzoek blijkt, 73% van de mensen die op ons gestemd hebben zeggen ook ja, ga zo verder met die samenwerking. We hebben denk ik ook goede plannen voor heel veel problemen in het land. Maar we hebben nog steeds te weinig kiezers overtuigd. En daar moeten we over nadenken, daar moeten we aan werken. Daar moeten we ook durven over onszelf harde conclusies te trekken waar we gefaald hebben. En ik denk dat we, als je naar Nederland kijkt vandaag, zie ik niet in eerste instantie, of een tweede of een derde, dat we een integratieprobleem hebben. Wat we hebben is een desintegratieprobleem. Wat we hebben is, wat we niet meer hebben, is het contact tussen theoretisch en praktisch opgeleide. Wat we niet meer hebben, is een begrip tussen steden en platteland. Wat we niet meer hebben, is het begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dat zijn we kwijtgeraakt. En wij als linkse beweging kunnen alleen maar betekenisvol zijn voor het land
als die verbindingen er wel zijn. Het weer verbinden van verschillende groepen in dit land is een essentiële voorwaarde om mensen te kunnen overtuigen weer op ons te stemmen. Dat is voor mij, denk ik, de hamvraag. En deze moderne tijd nodigt te veel uit in het zoeken van plekken waar je met gelijkgestemden lekker samen gelijk kunt hebben. En we zijn de nobele kunst van het op een fatsoenlijke manier met elkaar van mening verschillen, zijn we kwijtgeraakt. Die moeten we herontdekken. En als we kijken naar de verschillen in de Kamer, dan gaat het veel te vaak over personen en over hoe we niet met elkaar door een deur kunnen, in plaats dat we ons proberen te verplaatsen in de ander. Ik zal mijn best blijven doen, ook als het me soms moeilijk valt, om dat te doen. Het gelijk of het ongelijk van de ander is niet een reden om wel of niet met die ander in discussie te gaan. Dat is voor mij ontzettend belangrijk. En ik vind het ook belangrijk dat we kijken naar de onderwerpen die voor samenbinding zorgen in de samenleving. En daar gaat het met dit kabinet hopeloos mis. Meer dan 1 miljard bezuinigen op onderwijs betekent het ondermijnen van onze samenleving, het ondermijnen van onze toekomst en het ondermijnen van de capaciteit van mensen om kritisch na te kunnen denken, om ook zo open te staan voor de mening van een ander en soms ook een keer de eigen mening bij te stellen. Daar hebben we het onderwijs keihard voor nodig. Een bezuiniging op onderwijs is het ondermijnen van onze toekomst, van onze economie, van onze kennis, van onze cultuur. En mensen, cultuur en lezen, dat is geen linkse hobby, dat is zuurstof voor een samenleving waarin diversiteit niet als bron van spanning, maar als bron van inspiratie moet worden gezien. En ik heb ook gezien in de afgelopen tijd hoe makkelijk mensen worden weggezet. En je ziet als er een kabinet is waarin met het grootste gemak wordt gezegd dat een hele grote groep van onze jongeren met een moslimachtergrond onze waarden en normen niet zouden delen. Ik kan het Nobel niet kwalijk nemen dat hij het rapport van zijn partijgenoot Blok uit 2004 niet kende, want toen was Nobel 16. Maar in dat rapport werd al duidelijk, en daarom werd het in mijn ogen door de VVD ook weggemoffeld, dat het met de integratie veel beter gaat dan we vaak denken. Ja, er zijn problemen, maar we zijn bezig te slagen op dit vlak. En in de afgelopen 20 jaar hebben we enorme vorderingen gemaakt. En je zal mij niet horen met alleen maar te wijzen naar de mensen die uit migrantengemeenschappen komen, die heel snel de maatschappelijke ladder hebben bestegen, die universitaire studies halen. Allemaal leuk en aardig. Maar dat zeggen we ook niet van andere Nederlanders, dat ze pas meetellen als ze succesvol zijn in de samenleving. Iedereen heeft hier een plek, succesvol of niet. En wie vandaag nog niet succesvol is, kan het morgen zijn. Niemand wordt hier afgeschreven. En dat is ook een vorm van desintegratie. Als je zo over mensen spreekt en denkt, als je ziet hoe mensen moe zijn van het iedere keer maar te moeten bewijzen dat je erbij hoort, terwijl de veronderstelling zou moeten zijn en onze houding zou moeten zijn: je wordt geaccepteerd voordat je geïntegreerd bent, maar je kan beter functioneren in deze samenleving zijnde geaccepteerd als je ook integreert. Dat moet de houding zijn en niet pas, je wordt pas geaccepteerd als je helemaal geïntegreerd bent. Waarbij mensen niet eens bedoelen integratie, ze bedoelen assimilatie. En assimilatie staat haaks op integratie. We moeten onszelf kunnen blijven, waar we ook vandaan komen, wat we ook geloven, wat we ook denken. En hier maak ik me ernstig zorgen over wat er in de VVD op dit moment gebeurt. Ik heb de toespraak van Jessel Gus gezien. Ik heb altijd gedacht, ik heb dat ook bij de algemene beschouwingen gezegd, de VVD die heeft een Faustiaanse deal gesloten met Wilders. De VVD zegt, wij geven jou al jouw afkeer van moslims en al jouw andere
verhalen over integratie, maar dan geef je ons het sociaal-economisch beleid, zodat we de rijken nog rijker kunnen maken, zodat we niks hoeven te doen aan de positie van de mensen aan de onderkant van de samenleving, zodat we kunnen pretenderen iets te doen voor de werkende Nederlander, maar het ondertussen gewoon totaal niet doen. Wij zijn er voor de aandeelhouders en de kapitaalkrachtigen. En Wilders, met al zijn beloften, heeft gezegd, oké, als ik mijn speeltje krijg, dan krijg jij jouw speeltje. Ik dacht dat het dat was. Erg genoeg al. Want ze hebben allemaal hun mond vol gehad over bestaanszekerheid en ze doen er geen donder aan. Helemaal niks. Niks verhoging van het minimumloon. Douceurtjes voor aandeelhouders en grote bedrijven die totaal niet nodig hebben. En tegelijkertijd niks doen aan de inkomens van hardwerkende Nederlanders. Dat is hartstikke fout. Maar het is wel hardcore VVD geholpen door de PVV. Maar nu, de afgelopen week, is mij opgevallen dat de VVD ook, als het gaat om die hardcore agenda van de PVV, die kant op schuift. Ik vind dat schokkend en ik begrijp het ook niet. Ik begrijp ook niet dat een VVD met de geschiedenis van die partij zich zo laat betoveren door een agenda die de verdeeldheid in dit land alleen maar zal aanjagen, die het land niet mogelijk zal maken om verschillen te overbruggen. En dat radicale afwijzen van godsdienst is zo in strijd met de geschiedenis van ons land. Ik wil u niet per se altijd mee terugnemen in de geschiedenis, maar de pacificatie uit 1917 was toch echt een deal tussen ons en de confessionelen. Wij krijgen algemeen kiesrecht en jullie onderwijs krijgt alle ruimte. En ik denk dat zo'n pacificatiestrategie blijvend past bij onze samenleving. Dat zijn de waarden en normen van deze samenleving. En de verzuiling is verdwenen. Niet omdat mensen met een knuppel uit de zuil zijn gejaagd. Omdat mensen zelf de vrijheid omarmden. Omdat ze eerst de plek konden opeisen die de zuil gaf. Om vervolgens tot de conclusie te komen. Die zuil die is te beklemmend, te benauwd. Ik stap eruit. En dat is integratie. Niet mensen met een knuppel integreren, maar mensen de ruimte geven vanuit hun eigen identiteit te kiezen voor gezamenlijke waarden en normen. En nu ik het toch over waarden en normen heb. Als in het kabinet wordt gezegd, wat ik daar straks zei, staatssecretaris Nobel. Als de premier van dit land hele snelle conclusies trekt over een zogenaamde gefaalde integratie. Als die de hele Marokkaanse gemeenschap, de hele moslimgemeenschap, meer dan 1 miljoen Nederlanders impliciet in staat van beschuldiging stelt. Als de leider van de grootste partij in de Kamer zegt, DNA zit in het antisemitisme zit in het DNA van de hele bevolkingsgroep. Als de leider van een andere coalitiepartij zegt, nou ja, niet alle Marokkanen moeten het land uit, alleen al dat. Welke normen en waarden vertegenwoordig je dan? En wat is de boodschap aan alle jonge Nederlanders als vanuit het hoogste orgaan in dit land dit soort zaken worden verspreid? Welke normen en waarden geef je dan door aan de volgende generatie? Dit zijn niet onze normen en waarden. En dus normen en waarden. Nederland is een land gebaseerd op democratische rechtsorde, op pacificatie, op het vinden van compromissen, op het respecteren van het recht van het individu. Op iedereen is gelijk, onder gelijke omstandigheden, op niet twee niveaus van staatsburgerschap. Wij gaan als mensen over de schreef gaan, gaan we ze niet hun paspoort afpakken, dan komen ze voor de rechter. Dat lossen we zelf op in dit land. Dat zijn onze normen en waarden. En tot onze normen en waarden hoort ook respect voor de internationale rechtsorde. En als het internationaal strafhof iemand in staat van beschuldiging stelt, dan voert daaruit de verplichting van een partij bij dat hof dat ook de persoon die in staat van beschuldiging is gesteld wordt gearresteerd als hij zich bevindt op het grondgebied van dat land. Dus als Netanyahu zich in Nederland begeeft, dient hij te worden gearresteerd. En ik zeg dat omdat ik vind dat dat het juiste is. Ik denk dat de verdenking van oorlogsmisdaden volkomen terecht is.
En het is onzinnig om dan te zeggen, ja, maar hij is democratisch gekozen. Ik zal u niet een lijstje geven van oorlogsmisdadigers die democratisch gekozen zijn. Voor je het weet word ik weer beschuldigd van een valse vergelijking. Maar die kunt u zelf invullen. En ik zeg u er ook bij, het is een verplichting, en daarin is Nederland redelijk uniek, die voortvloeit uit onze grondwet. In onze grondwet staat de verplichting in artikel 90 om de internationale rechtsorde te bevorderen. En dus is het zwijgen op dit punt van de drie van de fractieleiders van coalitiepartijen, vind ik onacceptabel. En het afwijzen hiervan van de leider van de grootste fractie in de Kamer is hartstikke onacceptabel en zou door het kabinet onmiddellijk moeten worden veroordeeld. En als ik dan op zijn congres de heer Omtzigt zie verklaren wat ze allemaal voor moois geregeld hebben vanuit het nieuw sociaal contract, terwijl er nog geen zak gebeurd is een jaar lang in dit land. Als ik dat dan hoor zeggen en als ik dan zo hoor verwijzen naar een rechtsstaatsverklaring die ze vanaf dag 1 genegeerd hebben. Als ik dan een premier op een podium zie staan, die staat te hakkelen omdat hij niet kan vertellen voor wie die rechtsstaatsverklaring nu wel geldt en voor wie die niet geldt. Terwijl het toch voor ons allemaal duidelijk is dat het niet meewerken aan arrestatie van Netanyahu op totaal in strijd is met die rechtsstaatsverklaring, en dat is maar één onderwerp dat ik nu noem, dan moet je je toch afvragen, waarom laat NSC dit kabinet nog in leven? Wat blijft er dan nog over van alle principes waar ze zeggen voor te staan en waar ze vandaag weer allemaal een staande ovatie voor hebben gegeven? Als zelfs dit niet mogelijk is. Als ze toestaan dat, kijk, of welke woorden er nou in het kabinet precies gezegd zijn of niet, ze hebben niet eens alleen in het kabinet, ze hebben in alle openbaarheid woorden gebruikt die op zijn zachtst gezegd discriminator zijn. Dat is discriminatie wat Nobel deed, als je het niet al racisme wil noemen. En noem al die andere bewindslieden maar op, vanaf Mona Keizer tot aan de premier zelf. En voor ons, vrienden, voor ons is de opdracht, denk ik, niet groter geweest nu, als hij nu is, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit land kan ten onder gaan als we geen halt toeroepen aan de desintegratie die gestimuleerd wordt vanuit de coalitiepartijen en vanuit het kabinet. Mensen worden nog steeds tegen elkaar opgezet. En als je daar iets tegen wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat het minimumloon omhoog gaat. Dan moet je ervoor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dan moet je ervoor zorgen dat je niet bezuinigt op gezondheidszorg. Dan moet je niet, zoals de minister nu doet, AGEMA. Dan moet je niet arbeidsmigranten straffen door te zeggen dat ze geen zorg meer kunnen krijgen. Waardoor je overigens de hele medische stand in Nederland in nood brengt, want hoe gaan zij dan om met de Hippocratische eed? Wat ook weer een totaal onverantwoorde maatregel is. Dan moet je de valse uitzendbureaus straffen, de ondernemers die proberen mensen onder de prijs te laten werken, die valse concurrentie met Nederlandse werknemers veroorzaken, die de vakbonden buitenspel zetten, die werken met totaal valse constructies, alsof dit allemaal individuele ondernemers zouden zijn die als ze uit de bus uit Bulgarije stappen gedwongen worden een papiertje te tekenen, waardoor al hun rechten meteen het raam uitvliegen. De rotzakken zijn niet de arbeidsmigranten, de rotzakken zijn de valse uitzendbureaus en de ondernemers die denken op deze manier ver onder de markt te kunnen opereren om meer winst te kunnen maken. En ik zeg jullie, in alle duidelijkheid, nu ik we hebben gewoon de beste fractie van de Kamer, dat zeg ik zonder enige reserve. En met die fractie hebben wij zulke goede plannen op de plank liggen en verdedigen we in de Kamer. Dat kan in Nederland opleveren
Waarin we weer naar elkaar toe groeien. Waarin we bruggen bouwen. Waarin we elkaar weer zien. Waarin we weer naar elkaar luisteren. Weer met elkaar praten. Maar we zijn er nog lang niet. De kloof tussen links en rechts is zo groot dat heel veel kiezers die het inhoudelijk met ons eens zijn, ons nog niet zien, ons niet horen. Ook omdat wij onvoldoende openstaan voor een gesprek met hen. En daarom is mijn oproep aan jullie, tot slot, sluit nooit iemand uit wat zijn ideeën of opvattingen ook zijn. Blijf altijd het gesprek aangaan. Realiseer je dat de verschillen die er zijn tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks miniem zijn in vergelijking met de verschillen die wij hebben met rechts op dit moment. Realiseer je dat als we samen een vuist maken, dat we dan echt een alternatief zijn voor wat er nu ligt. Een alternatief dat we niet zullen zijn als we het los van elkaar zouden proberen. Onderschat niet hoe aantrekkelijk wat wij doen is voor andere linkse mensen die op dit moment op andere partijen stemmen. En voor die partijen waarvan ik zeker weet dat vroeg of laat ze zich aangetrokken zullen voelen tot een brede linkse volksbeweging. Onderschat dat niet. En tot slot, onderschat ook niet hoe moeilijk het zal zijn om alles wat kapot is gemaakt en partijgenoten waar wij soms ook aan hebben bijgedragen, zoals de participatiewet, dat we dat moeten herstellen. Dat we dat schuldbewust moeten herstellen, maar ook moedig moeten herstellen met het oog op de toekomst. Als de verschillen weer afnemen in Nederland, als we weer meer naar elkaar luisteren, als we elkaar weer meer zien, elkaar weer meer voelen, elkaar weer meer begrijpen, dan is er niets wat dit land niet kan. Dan is er geen uitdaging zo groot of we kunnen hem aan. Laten we vandaag ermee beginnen om vanuit dat besef het hele land te mobiliseren voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Dank jullie wel.